doet dus deze roman, die speelt op Barcht. En Barcht is een fictief voormalig Zuiderzee-eiland. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de Zuiderzee-cultuur helemaal in Barcht is vertegenwoordigd. En op Barcht woont Isaac Boon. En Isaac is een telg uit een oud vissersgeslacht. En Isaac die viste vroeger op de Zoute Zee, dus op de Grote Zee, om het zo maar zeggen. En hij vist tegenwoordig op de Zoete Zee. En daar is een hele geschiedenis aan vooraf gegaan. En die geschiedenis kent hij zelf eigenlijk maar ten dele. En dat doet hem pijn. En op het moment dat zijn moeder naar een verzorgingshuis toe moet, hij brengt haar weg, beseft hij dat hij niet meer kan leven met dat hij die waarheid van zijn leven niet kent. En daar gaat hij naar op zoek. Ja, Isaac is in de polder gaan wonen. Dat is natuurlijk iets fysieks, maar tegelijkertijd iets symbolisch. Hij woont niet meer in het dorp, maar hij woont in die polder met al die strakke lijnen. Die bedacht is door de ingenieurs. Dat staat ook symbool voor zijn verhouding tot het dorp, tot de gemeenschap, tot de familie en de kerk. Doordat er in zijn leven iets gebeurd is wat hem heel diep heeft geraakt, is hij ook los komen te staan van de gemeenschap. En hij weet eigenlijk niet hoe hij zich ertoe verhoudt. En daar gaat hij eigenlijk naar op zoek om zich weer te verhouden tot ja, waar hij vandaan komt. En de gemeenschap en de familie en wat het hem te zeggen zou kunnen hebben.